Goedendag, dit koolmeisje is zijn nestkast al aan het inspecteren. De lente die klopt aan. En de rest van de week blijven de temperaturen ook vrij hoog. Vaak zelfs in de dubbele cijfers. Dan krijgen we wel af en toe te maken met regenval. Vandaag overdag ook al af en toe regen. Met name in het zuidwesten. En dat breidt zich langzaamaan uit over eigenlijk de gehele zuidwestelijke helft van ons land. Terwijl het in het noordoosten ja, gedurende de hele daglichtperiode droog zal zijn. Met af en toe zonneschijn en die hoge temperaturen. Temperaturen 10 à 11 graden in het binnenland. en 8 graden aan zee. met name ook omdat daar gewoonweg wat meer bewolking zal hangen. en de zon dus minder zijn werk kan doen. Nou, de wind daarbij houdt zich best wel gedijst. Er waait een zuidoostelijke wind. matig tot vrij krachtig. en geleidelijk aan gaat de wind wat meer draaien. naar het zuiden toe. Dan nou, Kijken we dan naar de dag van morgen, de woensdag. dan staan er een paar buien op het programma. Het wordt dan 8 graden. temperatuur doet eventjes een klein stapje terug. dat geldt ook. Ook voor de donderdag ook dan een paar buien met maar af en toe zonneschijn tussendoor. En de vrijdag lijkt dat even een tussendagje te zijn. Met waarschijnlijk op de meeste plaatsen het droog weer. Dan zitten we weer in de dubbele cijfers. en het weekend gaan we zelfs nog even een sprintje omhoog trekken. Maar op zaterdag lijkt het wel een natte dag te gaan worden.